De Surinaamse Juristenvereniging en de Hakeringbank hebben gisteren een presentatie gehouden met als onderwerp de aanpassing van het wetboek van koophandel. Dit gebeurde in de ballroom van Turarica. Verder hebben de twee organisaties de Surinaamse wet op de jaarrekening besproken. Deze wetten hebben een grote impact op het Surinaams bedrijfsleven en verdienen alle aandacht. Inleider Frank Kuneman liet zijn licht schijnen over deze wetten. De titel van zijn inleiding was Transparantie, Verantwoording en Aansprakelijkheid in het Surinaamse Vennootschapsrecht. Volgens Kuneman komen deze drie beginselen overal terug. In Zuid- en Noord-Amerika, Europa en Azië. Of mensen zich daadwerkelijk daaraan houden, is een andere vraag. Nou heeft de laatste jaren, eigenlijk moet ik zeggen de laatste 15 jaren, heel veel aandacht gehad het integriteitsaspect. Met name omdat zich wereldwijd allerlei gevallen voordeden van misbruik met ondernemingen, allerlei financiële instellingen, u kent allemaal de voorbeelden, die het niet erg nauw namen met de belangen van hun cliënten, waardoor heel veel mensen in de Verenigde Staten, in Europa, in Zuid-Amerika, hun geld en hun pensioenen zijn kwijtgeraakt. En onze laatste bankencrisis dateert van 2008. En je ziet dat sinds die tijd er heel erg veel nadruk is gelegd op de, zeg maar, de integriteit van het zakendoen. Kuneman zegt verder dat Code Corporate Governance in andere landen reeds wordt toegepast en nu ook in Suriname. Zo'n code kenmerkt zich in een aantal regels die niet de status hebben van een wettelijke regel. Dat heeft de centrale bank dan ook gedaan, zegt Kuneman. Uw eigen centrale bank heeft al een hele tijd geleden een Corporate Governance Code geïntroduceerd voor de banken. Een aantal banken heeft die code ook geïmplementeerd. Hakeringbank heeft dat zeker gedaan, een aantal anderen ook. En dat zie je ook, dat is dus een voorbeeld waar de financiële wereld eigenlijk voor oploopt. Dan zien we ook sinds, zeker sinds 2008, maar daarvoor ook al, een verscherpt toezicht op financiële instellingen. Je ziet ook in alle landen, dus niet alleen hier in Suriname, dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan het opstellen en publiceren van de jaarrekeningen. Daar gaan we het nog over hebben. Je ziet ook verscherpte regelingen op het gebied van aansprakelijkheid, zowel intern als extern, daar kom ik ook op terug. Verder, wat je ook in veel landen ziet, dat is dat er een enquêterecht is. In ieder geval zie je dat in de, zeg maar, Europese continentale landen, zeker in Nederland en ook bij ons in de Dutch Caribbean. Hier in Suriname hebt u ook een enquêterecht in uw wetboek van koophandel. Dat was Frank Kuneman, inleider bij de presentatie over het wetboek van koophandel en de Surinaamse wet op de jaarrekening. De presentatie is georganiseerd door de Surinaamse Juristenvereniging en de Hakeringbank.